dat je op deze video hebt geklikt en daarmee op mijn YouTube kanaal terecht bent gekomen. Ik ben Monique en zoals je in de titel hebt kunnen zien heb ik voor vandaag weer een lookbook. In het verleden heb ik al vaker lookbooks met jullie gedeeld. Daarin liet ik iedere keer één item zien waarmee ik 5 lookjes heb gecreëerd. En voor vandaag heb ik er een hele kleine twist aan gegooid, maar jullie gaan zo zien wat dat is. Dus ben je benieuwd naar deze video, doe alvast die blauwe duim omhoog. En vergeet niet om je even te abonneren op mijn YouTube kanaal als je hier nieuw bent. En laten we snel met deze video beginnen. Zoals ik al zei is het vandaag weer tijd voor een lookbook waarin ik één item laat zien waarmee ik 5 lookjes heb gecreëerd. En ditmaal heb ik het iets anders gedaan. Je hebt het misschien al aan de thumbnail kunnen zien, maar ik heb ervoor gekozen 1 kleur waarmee ik 5 lookjes ga creëren. En je kunt vast al zien welke kleur dat is geworden. Het is namelijk geel geworden. En waarom doe ik dit? Ik vind het juist wel leuk om een beetje wat diversiteit ook in mijn lookbooks te gooien. Ik neem heel veel shopvlogs op, ik neem heel veel 25 euro challenges op. Ik vind outfit of mijn comfortzone heel erg leuk en de lookbooks ook. Maar ik wil het voor mezelf ook gewoon steeds uitdagender maken. Dus ik kan wel iedere keer voor 1zelfde item kiezen en daar 5 lookjes mee maken. Maar ik vind het ook wel eens leuk om door middel van een printje of door middel van een kleur, om daar ook 5 verschillende lookjes mee te maken. Dus voor vandaag heb ik voor de kleur geel gekozen. En ik vind geel, ondanks dat heel vaak mensen het associëren echt met lente en zomer, geel kan het hele jaar doorgedragen worden. Je hebt natuurlijk verschillende tinten geel. Je kunt van fluoriserend geel naar mosterdgeel gaan, okergeel. Je hebt ook gewoon normaal geel, je hebt lichtgeel, donkergeel, noem het op. Je hebt zoveel kleuren tinten geel. En ik vind juist gezien richting het najaar, vind ik geel ook echt wel een hele mooie kleur. En ik hoop met deze 5 lookjes jullie een beetje inspireren om ook misschien wat meer geel te gaan dragen. Items die ik jullie laat zien heb ik allemaal uit mijn eigen kledingkast gepakt. Maar ja, ik hoop gewoon dat ik een beetje inspiratie kan overbrengen door middel van deze video. Ik heb er altijd heel veel baat bij, dus ik hoop jullie ook. Dus laten we snel beginnen met het allereerste lookje. Zoals jullie ook van mij gewend zijn, heb ik 5 verschillende thema's een beetje proberen te bedenken. Ik heb een beetje een nette look, ik heb hem al een beetje een najaarslook, ik heb hem nog wat zomerse look. Dus dat vind ik altijd wel leuk om op die manier een beetje te experimenteren. Het grappige is wel, al deze items zijn volgens mij ook de enige gele items die ik in mijn kast heb liggen. Maar het waren er gelukkig 5, dus ik heb 5 leuke lookjes kunnen creëren. Mocht je interesse hebben om de andere video's van mij te zien, al mijn andere lookbooks, ik zal ze uiteraard even linken in de bio. Het eerste lookje wat ik heb gekozen is, vind ik nogal zomers. Of ja, lente-zomer. Het kan ook nog voor het najaar, want uit ervaring weet ik dat september altijd nog een hele mooie maand is. En ik heb voor dit gele shirtje gekozen. Is deze met een witte tekst waarop staat Tomboy en daaronder staat sinds 1969. Of ja, dan in het Engels. En dit is een beetje een crop modelletje met hier aan de onderzijde dat je dat kan opknopen. Deze is van de H&M en ik weet dat ze deze modelletjes heel veel hebben. Maar ik vond toen de gele eigenlijk wel heel erg leuk. En die heb ik gecombineerd met dit spijkerrokje. Spijkerrok komt ook van H&M af. Het zijn allemaal van die destroyed plekken. En ik heb juist voor dit rokje gekozen omdat het een iets wat andere kleur blauw is dan dat je van mij gewend bent. Ik draag of heel erg donkerblauw of ik draag net 1 tintje lichter. Maar dit vind ik echt gewoon een lekkere felle kleur blauw. En in combinatie zeker met dat gele shirtje gaat dat heel leuk zijn. En ik heb ervoor gekozen om het shirtje in mijn rokje te dragen. Je kunt hem ook opknopen. Maar ik heb er ook voor gekozen om er een riempje bij te dragen. En dat is dit riempje. Oh. Kun je misschien herkennen van verschillende shopblogs of van verschillende lookboeken. Dat is met een er zit een extra touwtje doorheen, dus een extra gewoven effect zilver gespje. En ik heb gekozen voor de volgende schoenen. Die zullen jullie ook vast en zeker herkennen. Mijn witte dad sneakers van de Bristol. En dat vind ik juist weer leuk, omdat er natuurlijk een witte tekst op het shirtje staat. En ik vind sowieso dad sneakers onder een rokje echt gewoon een mega leuke combinatie. Dus dit zijn de items voor het eerste lookje en daar gaan jullie nu de aanbeelden van zien. Zo, dit is het allereerste lookje. Wat ik heb gecreëerd met geel, het topje met het rokje, de riem en de witte dad sneakers. En ik vind het gewoon een hele leuke zomerse ja, combi. Als je gewoon even niet weet wat je aan moet doen, is dit gewoon eigenlijk lekker makkelijk. En met dat geel, dat flirt natuurlijk lekker op. Dus ja, je kunt het ook nog eventueel in het najaar misschien doordragen met een wat dunnere pant in. Eventueel nog een jasje eroverheen. Maar ja, wat ik al zei, ik probeer gewoon verschillende lookjes te creëren. Dus verschillende stijlen ook. En dit is daarin gewoon weer, ja, wel girly, maar ook wel weer een beetje sportief. En ik vind het leuk. Ik vind het heel leuk staan. Ik heb het ook al zo vaker gedragen. Niet met het riempje,
Maar ik vind het wel leuk. Het breekt wel een beetje de look. En ja, dan met die schoenen eronder. Ik heb wel een beetje Spice Girls vibes. Ik weet niet waarom, maar doen we nog twee staartjes in en ik ben Baby Spice. Maar ja, ik vind het wel heel erg leuk. En het is gewoon een makkelijk outfitje. Niet te moeilijk. Ja. Ik hou ervan. Het tweede lookje wat ik heb gekozen is een wat meer casual lookje. Dat zou je nu nog kunnen dragen. Dat kan dadelijk ook nog richting het najaar. Het kan voor het voorjaar. Het zou zelfs nog in de winter kunnen. Ik heb gekozen voor dit setje. Misschien kun je die ook al herkennen uit andere lookbooks. Maar dit is gewoon één van mijn favoriete combi's. Een wit hemdje met ananasjes erop. Zit ook natuurlijk geel in. Komt van de H&M af. En mijn blazertje met 3/4 mouwtjes van de Pimkie. En dit is natuurlijk weer een hele andere kleurgeel dan dat je net had gezien. Net was het echt gewoon zo'n felle kleurgeel. En dit gaat alweer een beetje richting het okergeel. En dit is echt wel weer een kleur voor het najaar. En ja, het is gewoon een heel fijn stofje wat ik al zei. Mocht het dadelijk wat kouder worden, kun je het gewoon vervangen met een shirtje met lange mouwen. Komt het er wel onderuit, vind ik niet heel erg. Vind ik altijd wel heel erg leuk. En omdat dit best wel opvallend is, heb ik gewoon voor een hele basic zwarte broek gekozen. Die zul je vast ook herkennen van misschien mijn Instagram foto's, misschien andere shoplogs en of andere lookbooks, sorry. En dat is deze zwarte jeans van de Bershka. Ik heb hem echt al zo vaak aangehad en het is echt een van mijn favoriete broekjes. Het is een high-waisted modelletje, dus dat is wel fijn, want het blouseje is zelf iets wat krop. Dus je kunt ervoor kiezen of je laat het er overheen vallen of je stopt het in de broek. Ik zou ervoor kiezen om het er gewoon overheen te laten vallen, omdat het dan wat nonchalant wordt. En omdat dit heel wijd is en dit weer heel strak, vind ik dat contrast weer heel erg leuk. Ik heb ook nog voor een haaraccessoires gekozen. Namelijk dit zwarte haarbandje, die kun je misschien ook herkennen van de shoplog van de Primark. Ik vind het echt een superleuk detail toevoegen, ook voor in je haren. Gewoon, ja, wat ik al zei, wat casual lookje. Gewoon even een haarbandje erin. Net even wat chiquer. Ja, ik hou hier wel van. En om het weer wat stoerder te maken, heb ik voor de volgende schoenen gekozen. Deze kun je vast ook wel herkennen van een aantal video's van mij. Dat zijn namelijk mijn Vans Old School Platforms. En dit maakt het dan weer wat stoerder. En het witte komt natuurlijk terug vanuit het blouseje. Het zwarte komt weer terug vanuit de broek. En ik heb deze combi ook al geregeld aangehad. En ik vind hem gewoon echt super leuk. Dus ja, deze schoenen eronder. Ik heb voor dit lookje ook nog gekozen voor een ander paar schoenen. Ik kan er natuurlijk mijn Vans onder doen. Maar ik heb ook gekozen voor deze witte boots. Die komen van Stel Woerden af. Ook weer met een geel accent. En ik twijfel nog een beetje wat ik leuker vind. Of die Vans of dat ik dit wat leuker vind. Want er zit natuurlijk ook wit in het topje. Dus ja, je krijgt nou dadelijk een aanbeeld te zien met twee paar schoenen. Dus, of met van ieder één paar. Dus een witte en een Van. En dan kun je gewoon kijken wat leuker is. Maar ja, ik dacht dat dit misschien ook wel een hele leuke combi zou zijn. En dan krijgen jullie ook nu van dit lookje de aanbeelden te zien. Zo, het volgende lookje. De belichting is heel eventjes iets anders, maar het was anders gewoon te fel, dus sorry daarvoor. Ik heb dit lookje aan met geel en ik heb voor deze schoenen toch gekozen in plaats van mijn Vans. Op zich kon dat ook gewoon prima. Maar ja, ik vond dit eigenlijk ook wel gewoon leuk en stoer en ja, het had wel iets. En dit is ook gewoon echt een combi die ik gewoon ook super vaak draag en die ik gewoon ook echt super leuk vind. En ja, ik heb het haarbandje ook weer in. Ik vind het een heel leuk lookje. Het is wel weer iets netter. En die schoenen maken het dan weer net even wat stoerder. Haarbandje maakt het dan ook weer wat lieflijker. Dus ook weer een prima lookje als je het mij vraagt. En dit is dan toch weer een hele andere kleur geel dan het shirtje wat ik net liet zien. Ja, ik hou daar gewoon van. Ik vind het een prima lookje. Het derde lookje is misschien wel het meest romantische lookje wat ertussen zit, maar toch weer met een twist. Het is ook het meest eenvoudige lookje, maar ja, het is gewoon één geheel geel item en ik vind hem gewoon ontzettend leuk. En dat is namelijk dit jurkje. Ik heb deze laatst gekocht bij de H&M. Het is wel met een lang mouwtje, maar deze zijn doorzichtig. Dus dit is ook weer een jurkje wat je echt wel lang kan doordragen. En ik vind hem gewoon echt super leuk en ook weer een andere kleur dan het jasje van net en het shirtje uit de eerste outfit. En dit is, wat ik al zei, gewoon echt een kleur daar ook dadelijk ook voor het najaar. Je kunt het misschien al zien hangen, maar ik heb er wel voor gekozen om daar een heel klein subtiel riempje omheen te doen met een gouden accessoires. Ik heb bij de eerste look gekozen voor een zilver riempje omdat ik het daar net iets mooier vond. En dat ligt gewoon aan de toon geel die erin zat. En ik vind bij deze kleur vind ik gewoon goud het allermooiste.
Dus ja, dit vind ik dan weer leuk om dat hier over de taille heen te doen, zodat het nog meer taillering geeft en het breekt ook een beetje. En voor deze jurk heb ik voor twee paar schoenen ook gekozen. Het ene paar is gewoon een paar slippers / sandaaltjes en het andere paar zijn de volgende. Je zult ze vast ook wel weer herkennen. Dat zijn namelijk mijn lakboots van de H&M. Ik heb ze echt zo ontzettend vaak aan. Ja, ik zag dit al helemaal voor me en ik denk ook van alle 50 lookjes is dit ook hetgeen wat het meest bij mij past. Ik ben gewoon, ik hou van de romantische dingetjes, maar ik vind het ook wel weer leuk om wat stoerder te dragen. Dus ja, ook van dit lookje gaan jullie zo de aanbeelden zien. Hij is wat eenvoudiger, maar weet je, soms is het less is more. Dus ook van deze zien jullie nu de aanbeelden. En dan hebben we hier het jurkje. En dit is dan wel het meest eenvoudige lookje van allemaal, maar op deze manier wil ik ook gewoon laten zien dat geel gewoon een prima basic is. En dat je dat gewoon ook weer heel erg leuk kan opleuken met accessoires en alles. En ja, weet je, ik heb dit jurkje toen gekocht en ik was meteen verliefd op de kleur. En toen twijfelde ik van, staat het me wel? En ik ben zo blij dat ik hem gehouden heb, want ik vind hem gewoon echt super leuk. In de zomer en in het voorjaar zou je hem gewoon zo kunnen dragen, want het heeft dan wel een beetje doorzichtige armpjes. En in het najaar / winter zou ik hem op deze manier dragen. Dus gewoon met een panty, een stoer schoentje eronder, riempje erbij, eventueel een jasje eroverheen. En ja, dan is het gewoon echt een prima basic voor in de kast. En ik heb hem nou even op deze manier gecombineerd, want dit past gewoon het beste bij mij. Ik hou gewoon van dat lieflijke, maar ik hou ook weer van dat stoere. Dus vandaar dat ik heb gekozen voor stoere laarsjes. Chelsea boots zullen eronder kunnen, eventueel over knee boots zouden erover of onder kunnen. Maar ik vond hem zo eigenlijk wel het leukste. En ja, ik hou gewoon echt van jurkjes op het moment. En dit ook weer een aparte kleur. Een andere kleur dan de andere twee lookjes. Maar ja, ik hoop dat jullie zo wel een beetje in beeld hebben gezien dat geel gewoon echt een prima basic is voor in de kast. Dus ja, hier ben ik ook weer echt super blij mee. Het vierde lookje is echt alweer een lookje wat mij een beetje inspireert tot de herfst. Het zijn namelijk wat donkere kleuren. Het is ook een wat dikker materiaal. Maar ja, wat ik al zei, ik wil wel een beetje 5 verschillende dingetjes laten zien hoe je geel kan combineren. Ik heb voor deze top gekozen. Die kun je misschien herkennen uit mijn allereerste shoplook van de H&M. En het is een hele donkere mosterd / okergele kleur. En ja, het is een wat dikker materiaal. Ik vond die pofmouwen. En ik vind het gewoon een ontzettend leuke top. En ondanks dat hij wat donkerder is, het is en blijft een gele kleur. Het zit aan de onderzijde van de touwtjes waar je mee kan opknopen. En waarin ik besloot om bij het eerste shirtje het in mijn broek te doen, doe ik deze wel lekker opknopen omdat deze net wat langer is. En die ga ik combineren met de volgende broek. Waarschijnlijk zullen jullie hem ook wel herkennen. Mijn slangenprintbroek. Ik heb met deze broek ook al verschillende lookbooks opgenomen. Die zal ik ook eventjes linken in de bio. Ik heb al verschillende challenges opgenomen. Ik heb hem ook volgens mij elke keer gebruikt dat jullie als Instagram-volgers mijn lookjes kunnen creëren. Maar dit is gewoon één van mijn favoriete geprinte broekjes. En omdat het juist gewoon een grijze witte toon heeft, kan het met iedere kleur gecombineerd worden. In mijn lookbook met de slangenprint heb ik hem toen gecombineerd met een lichtroze trui. En toen dacht ik, hey, maar dit vind ik misschien ook wel een hele leuke combi. Het is wel heel erg out of my comfort zone. Maar ik vond het, ja, het deed me wel iets. Ik had wel zoiets van, ik zie het wel helemaal zitten. Dus deze broek, die komt ook van de H&M af. En ja, ik hoop dat het gewoon hetgeen is wat ik in mijn hoofd heb. Ik heb ook weer voor een accessoire in je haar gekozen. En dat is dit petje. Of ja, dit is zo'n matrozencap met zilveren studs eraan. En daarvoor heb ik gekozen omdat natuurlijk de broek een beetje grijs-wit is. En dan vind ik het niet mooi om dat met goud te doen. Zou best kunnen, maar ik heb gewoon voor zilver gekozen. En deze is ook van de H&M, volgens mij van vorig jaar. En ik moet hem heel eventjes afstoffen, want er was een beetje stof opgekomen. Maar deze voor erbij. En heb ik nog iets gekozen, namelijk dit onwijs leuke rieten tasje. Er zit ook een wat lange hengsel aan, zodat je hem gewoon crossbody kan dragen. Je kunt hem ook zo in de hand dragen. Deze komt van de Zeeman af en er zit ook weer een beetje een hout detail bij. Dat vind ik dan weer leuk in combinatie met dat geel. Maakt toch weer de outfit weer wat, ja, wat lieflijker, ondanks dat hij wat stoerder is. Dus ja, dit tasje. En ik bedenk me net dat ik onder deze outfit 2 paar schoenen kan doen. En dat was eigenlijk ook bij de outfit met de ananasjes. Je kunt natuurlijk mijn Vans Old School Platform eronder doen. Maar ik heb ook de volgende schoenen gekozen. Namelijk mijn witte boots. Ik weet niet of dat dit een hele goede combi is. Maar we gaan het gewoon eventjes proberen.
Deze boots komen van Stijl Woerden en ik ben er echt super verliefd op. Er zit een geel accent in, dus dat komt weer terug in de trui. En er zit natuurlijk wit slash zwart grijs ook in de broek. Dus ik had wel het idee dat dit misschien wel een leuke combi gaat zijn. Ik zal ze ook zo meteen even proberen met mijn Vans Old School. Maar ja, ik zag het helemaal voor me en ik had zoiets van, we zullen wel zien of dat het iets gaat worden. Dit is dan weer een iets wat winterse look, maar ik ben heel benieuwd. En ook van dit lookje gaan jullie nu de aanbeelden zien. Zo, lookje nummer 4. En wederom weer een hele andere kleur geel dan de andere drie lookjes. En ook weer een hele andere combinatie dan dat ik van mezelf gewend ben. Maar ik vind het wel weer een hele leuke combinatie. Zo met die slangenprintbroek en dan zo een beetje stoel met mijn Vans eronder. Ik heb toch voor mijn Vans gekozen en niet voor die witte schoenen. Anders vond ik het misschien iets te wit. Ja, goed verhaal dit, maar ik heb best wel veel zwarte accessoires. En de broek is natuurlijk best wel licht, dus dan vind ik het wel weer leuk om dat zwart een beetje terug te laten komen. Ik heb hier een tasje omgedaan, ik heb mijn petje op en ja, ik vind het echt wel een heel leuk geslaagd lookje. En ja, ik had het eigenlijk ook niet verwacht. Ik heb deze broek al wel een keer gesteld met een roze trui en dat stond gewoon super goed. Maar ik denk dat ik ook vaker zo'n lookje ga doen, want ik vind het toch ook wel eigenlijk heel erg leuk. En zeker dadelijk voor het najaar. Ja, ik vind hem echt heel leuk. Het is echt wel een verrassing. Ik denk dat dat met dit lookje is en dadelijk met het volgende lookje. Dat dat de twee lookjes zijn dat ik een beetje mijn twijfels over had. Maar deze is in ieder geval goed geslaagd. Ik zal misschien nog heel even goed de kleur laten zien in beeld. Ja, leuk. En alweer het laatste lookje. En dit is toch weer een lookje wat voor nu heel goed kan. Het oogt gewoon wat tropisch, wat gezelliger. Mocht het dadelijk wat kouder worden, zou ik adviseren gewoon een jasje omheen te doen. Maar het is gewoon een prima lookje wat je eigenlijk nu kan dragen. Ook weer een beetje girly, maar ik probeer toch ook weer met een aantal accessoires het weer wat stoerder te maken. Ik heb namelijk gekozen voor dit onwijs leuke lichtgele topje met allemaal frozels eraan. Dit is een cold shoulder. En deze is van de H&M. Hij is een beetje doorschijnend, maar als je daar een goede top onder doet, dan valt het reuze mee. Ik heb deze top eigenlijk nog niet zo heel veel aangehad, omdat ik iedere keer niet goed weet hoe ik hem moet combineren. Ik twijfel nog wel een heel klein beetje of dat de combi is wat ik in mijn hoofd had. Maar ja, dat gaan we zo zien in de aanbeelden. Maar ondanks dat het een lichtgele tint is en een hele andere tint dan de andere kleur geel, vind ik hem wel weer heel erg leuk. En ik vind hem nu ook heel mooi bij mijn haren staan. En zeker als je dan nog een beetje zo'n tintje hebt van de zomer. Ik denk dat dit wel een hele mooie kleur gaat zijn. Voor onder het topje heb ik gekozen voor het volgende rokje. Namelijk deze groene rok van de H&M. En dit is een weer wat stoerder rokje. En wat ik al zei, ik hou gewoon echt van dat romantische slash stoere. Dus ik heb voor deze lege groene kleur gekozen voor onder het gele topje. Wat ik al zei, ik moet wel even kijken of dat ik het wel leuk vind. Of dat hetgeen wat ik in mijn hoofd heb ook overeenkomt met dit lookje. Maar dat gaan we gewoon zo zien. Wie weet valt het reuze mee. Maar ik denk dat dit wel een hele leuke combi kan zijn. Om toch nog een beetje accessoires toe te voegen heb ik gekozen ten eerste voor een riem met gouden gespen. Ik vond ook weer bij deze tint geel goud leuker staan dan zilver. Dit is een riempje die heb ik van de Primark. Heb je ook al waarschijnlijk vaker voorbij zien komen op mijn kanaal. En ik heb gekozen voor een wat goud haarbandje. Een heel dunnetje ook van de Primark. En dat heb ik eigenlijk gedaan om het toch een beetje weer curly te houden. Ondanks dat het dan weer wat stoerder rokje is. Maar ja, ik vind het toch altijd wel leuk. Het is maar een heel subtiel haarbandje om dan toch een beetje iets in je haar te hebben. En als laatste heb ik voor deze schoenen gekozen. Wel met een knipoog nog naar de zomer en naar het voorjaar en misschien nog naar een goed najaar. Mijn espadrilles. En dit vind ik gewoon prima schoenen. Het is een wat stoerder lookje en dan weer met een lief schoentje eronder. Ik zag dit al wel helemaal voor, maar al moet ik nog wel een beetje mijn twijfel uiten. We gaan gewoon zien bij de aanbeelden wat ik ervan vind. Maar ik dacht dat dit wel een goede toevoeging kon zijn. En mocht het wat kouder worden, kun je ook altijd weer kiezen voor een panty eronder te dragen. En natuurlijk die lakboots. Maar voor nu, omdat het nog een beetje lekker weer is, had ik zoiets van, nee, we doen nog even die espadrilla's. Maar ja, we gaan gewoon naar de aanbeelden kijken en ik ben benieuwd wat jullie ervan gaan vinden. En dit is alweer het laatste lookje wat ik heb gecreëerd met geel. Top schijnt een heel klein beetje door, maar ik hoop dat jullie toch een beetje een beeld hebben hoe ik het wil laten overkomen. Ik moet zeggen, ik had mijn twijfels wel een heel klein beetje in combinatie met dat donkergroen en dat hele lichte geel. Maar nu ik het zo adem, vind ik het eigenlijk toch wel heel erg leuk. Het is heel
liefelijk zo met die voezeltjes, bloot schoudertje en dan toch weer wat stoerder met de groene rok. Maar ondanks dat het dan een rokje is, is het ook wel weer heel liefelijk. Maar ja, ik vind het een hele leuke combi. Eigenlijk ook helemaal niet verwacht. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Mijn espadrilla's heb ik eronder. Nou, die glitteren nou lekker in het zonnetje. En ik heb hier ook het haarbandje in, als je het goed kan zien. Het riempje heb ik om. Ja, ik vind dit een goed laatste lookje wat ik aan jullie mee kan geven. En ik ben ook heel benieuwd of dat je na deze video ook wat meer geel gaat dragen. Dus laat me dat zeker even in de comments weten. Maar ja, ik vind het ook echt een heel geslaagd lookje. Heb je zojuist de 5 lookjes gezien die ik heb gecombineerd met de kleur geel? Ik moet zeggen, het zijn allemaal hele verschillende lookjes geworden. Ik vind het wel alle 5 lookjes die bij mij passen. Ook qua kleuren vind ik eigenlijk alle tinten geel goed bij mij staan. Ja, ik heb niet echt een favoriet, al denk ik wel dat gewoon het jurkje wel gewoon het meeste bij mij past. Alle lookjes passen goed bij mij, maar het jurkje is wel echt wie ik ben. Ik ben een wat romantisch / girly meisje met een stoere touch. Dus dat jurkje, dat laat dat ook op zijn best zien. Ik ben heel benieuwd wat jouw favoriete lookje was. Laat me dat zeker even in de comments weten. Ik hoop ook dat jullie dit weer een leuke video vonden. Ondanks dat het niet 1 item 5 looks is, maar 1 kleur 5 looks. Ik hoop dat ik het in de toekomst vaker kan gaan opnemen voor jullie. Vond je dit nou een leuke video? Doe die duimpjes dan even omhoog. En vergeet niet om even op die abonneerknop te drukken. Het is gratis en je helpt er mij ontzettend bij. Wil ik je uiteraard hartelijk danken voor het kijken van deze video. En graag tot de volgende. Doei!